De medewerkers van de medische zending blijven in actie tot zij hun salaris hebben ontvangen. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp zegt dat de salarissen op de laatste dinsdag van de maand moeten worden uitbetaald. We zijn nu al een week verder, vandaar dat er aan de bel is getrokken. De bondsvoorzitter heeft vanmorgen van de directie vernomen dat er wel een subsidiebedrag is overgemaakt, maar dat het bij lange niet voldoende is om de salarissen uit te betalen. We hebben bericht gekregen van de directie dat er een bedrag was overgemaakt, 1,6 miljoen. En daarvan is er 700.000 afgetrokken. Wat blijkt dat er 900.000 overbleef. Maar die 900.000 is niet genoeg om de uitgaven te doen. Salarissen, vakantiegeld en zo. We hebben dan gevraagd aan de directie als ze niet alvast alleen de salarissen zouden kunnen uitbetalen. Maar dat lukt niet, want het bedrag is niet genoeg. Er moet totaal 2,8 miljoen zijn om dat te doen. Nou, we hebben vanmorgen, heb ik nog gehoord dat de minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat er vandaag aan gewerkt wordt, dat er gestort wordt, zodat gestort kan worden voor de medewerkers van MZ, van RGD en ook van dak- en thuislozen. Dus we zitten af te wachten. Ik heb zo net van de directie begrepen dat er nog niets concreet is. Ja, maar dat is de stand van zaken. En we zitten te wachten om te horen als er gestort is voor de medewerkers. En dan gaan we bepalen wat er verder gaat gebeuren. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp. De directeur van de medische zending, Edward van Eer, zegt dat er 57 polyklinieken in het binnenland zijn en dat er bijkans 350 mensen werken. De directeur heeft vanmorgen bericht ontvangen van het ministerie van Financiën dat de subsidie voor het komend kwartaal wordt ingekort. Ik ben geschrokken vanmorgen van het bericht en ik vraag me dus ook af wat de reden is daartoe. Het is natuurlijk zo dat we kosten hebben en dan praat ik niet eens over de exploitatiekosten waar in principe de overheid ook voor verantwoordelijk is en waar we één keer per kwartaal een klein bedrag voor krijgen. En daar praat ik nog niet eens over. Voor wat betreft de inkomsten die de medische zending heeft van de verzekeringsmaatschappij, en dat is ruim 350.000, tussen 350.000 en 400.000 per maand van Self-Reliance, van SZF, dat is nauwelijks voldoende om de medicijnen, de kosten van medicijnen voor de polis in het binnenland te dekken. Laat staan de andere kosten. Dat zijn de exploitatiekosten waar ik het over heb. Ik maak me echt zorgen wat er na vandaag, als er gestort is, zal gebeuren met de medische zending en daarmee de medische zorg in het binnenland. Edward van Eer, directeur van de medische zending. De medewerkers van de medische zending blijven in actie omdat de salarissen nog niet zijn uitbetaald.